Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avond en nacht blijft er kans op buien in delen van het kustgebied en het binnenland. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het zonnig en bewolkt zijn. Gedurende de middag en vooravond zullen in het kustgebied en delen van het binnenland lichte tot lokaal matige onweersbuien optreden, die mogelijk vergezeld kunnen zijn van windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt de samenleving de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Er is kans op matige onweersbuien langs het kustgebied.